Het landelijk beraad bij het Korps Brandweer Suriname is vandaag opgeheven. Dit zei bondsvoorzitter Clifton Pahawakan vanmiddag tijdens een persconferentie op de hoofdkazerne van de brandweer aan de Gemenelandsweg. Dit besluit is genomen na een bespreking vanmiddag tussen de bond en de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw. De brandweerlieden zijn boos over de slechte werkcondities en willen verandering in deze situatie. Volgens Pahawakan heeft de bewindsman toegezegd deze problemen bij de brandweer op korte termijn aan te zullen pakken. Ik mag u aangeven dat op postonverdag gisteren al men begonnen is om hygiënische toestanden te inventariseren. Morgen wordt het aangepakt, dus je ziet dat de minister willing is. En dat vertrouwen hebben we ook, dus vandaar dat we ook dat vertrouwen terug hebben gegeven aan de minister. En we zijn er. In ieder geval hebben we hem het voordeel van de twijfel gegeven om de ruimte te bieden om zaken in orde te maken voor het korps. Pahawakan zegt verder dat de minister ook de toezegging heeft gedaan te zullen werken aan het wensenpakket en de secundaire voorwaarden van het korps. Pahawakan zegt trots te zijn op de brandweerlui die onder alle omstandigheden hun werk naar behoren hebben gedaan. Het gaat om die garantie van die brandweerzorg naar de gemeenschap toe. En in eerste instantie moeten de manschappen eerst veilig zijn, zodat ze die veiligheid kunnen garanderen naar die gemeenschap. Clifton Pahawakan, bondsvoorzitter bij het Korps Brandweer Suriname, heeft vanmiddag een persconferentie belegd waarop bekend is gemaakt dat het landelijk beraad is opgeheven.